Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij Content V Seizoen 4. Wat heb ik er weer zin in? Goed, ja, zoals je waarschijnlijk al kan horen, mijn microfoon die klinkt voor de eerste 5 minuten ongeveer van deze video echt heel slecht. Een klein foutje. Kan gebeuren, hoort erbij. Over 5 minuten klinkt de microfoon gewoon weer zoals hij nu is, gewoon weer goed. Spijt me enorm. Sorry voor dit kleine foutje. Laten we gelijk beginnen met de video. In de vorige video hebben wij hier dit prachtige museum gemaakt. Zo hebben wij hier de paddenstoel van seizoen 1. Het hoofd van Fred van seizoen 2. De verrekijker van kapitein Knalnut van seizoen 3. En natuurlijk niet te vergeten de bom van seizoen 4. Hey, dat is gewoon even leuk, hè, allemaal dit. We hebben nog heel wat plekken over voor nieuwe museumstukken die we erin kunnen stoppen. Maar voor deze aflevering heb ik helaas geen item die we erin kunnen doen. Maakt ook niet uit. Wat ik wel heb voor deze aflevering is een hele leuke planning. We hebben natuurlijk ook dit hok hier gemaakt. En wij hebben in de vorige video hebben wij onze familiewagen verkocht aan Joris. Dat kan je ook zien. Familiewagen is verkocht. Zo hebben wij nu hier een lege plek. Zo hebben wij nu hier een lege plek. En tot slot hebben wij hier ook een lege plek. Dus wat ik wil gaan doen is 2 nieuwe auto's gaan maken. Waarschijnlijk ga ik dit plekje hier, dit tuintje, ga ik even opschuiven naar hier. Zodat ik hier een grote auto kan bouwen. En naast dat ik deze 2 auto's ga monteren, heb ik hier natuurlijk ook nog een lege ruimte waar we iets mee gaan doen. Dat gaan we allebei deze aflevering doen. Maar dan vraag je je natuurlijk af, waarmee ga je beginnen? Met het monteren van de auto's of met het maken van deze lege ruimte hier? Althans het opvullen van die lege ruimte. En daar heb ik een heel simpel antwoord op. Zoals jullie op tab kunnen zien is meneer KB online en die zei dat hij graag even naar mijn autowinkel toe wilde om te kijken of hij wat kon kopen. Maar ja, als die lege plekken er zijn, dat is natuurlijk niet goed. Dus laten we snel aan de slag gaan. Zoals KB zegt, aan de slagroom. Aan de hagelslag. Laten wij dit hier allemaal even weghalen. Deze vervolgens ook. En dan beginnen wij met een hele leuke mooie camper. Goed, dames en heren, de camper is helemaal af. Want hij is zo goed als af. Het enige wat nog mist zijn de lampen aan de voorkant en de lampen aan de achterkant. Ik laat zo meteen de binnenkant zien, maar meneer KB zei dat hij onderweg was. Dus laten wij heel even snel mijn inventory legen. En dan doen we die lampen zo meteen wel. Ik ben lopend. Oh, hij is lopend. Oké, ik ga naar mijn ingang toe. Ik ga zo meteen die andere bouwen. Het loopt allemaal even net iets anders dan gepland. Maar maakt niet uit, de camper is klaar. We gaan kijken of we maar meneer KB kunnen verkopen. Hey, wat gezellig, hé. Hey. Hallo. Hallo. Hallo, ik ben er. Hey, je bent er, welkom. Bizar. Wat gezellig, hé. Hey, dit is echt gewoon jaren geleden, hey, dit. Zeker, jaren. Ja. Hey, jij komt hier. Wat is er? Je haar is weer helemaal... Ja, ik ben weer lekker kaal. Het glimt weer. Ja. Er staat eerst een drol op je hoofd, begrijp ik. Ja, klopt. Eerst gewoon een hele klodder en daarna een drolletje. Een, ja, een leuk. Dat vond ik leuk om te zien. Hé, ik heb een autowinkel. Daar kom jij voor, hè? Ja, hoe weet je dat? Dat heb ik gelezen op het nieuws. Bizar. Ja, ja, breng me erheen. Ik ben erg benieuwd. Ik heb tegenwoordig een trap, dus je kan ook lopend mijn gebouw. Nee, wat handig. Ja, en dan kom je zelfs door mijn museum. Oh, rustig aan. Ik ben wat ouder. Neem je tijd. Ja, okay. Museum past dan ook wel bij je leeftijd. Is de paddenstoel waar seizoen 1 op begon. Fred zijn hoofd van seizoen 2. Wauw. Nou, verder kijken. En de bom. Replica. Wauw, en waar ben ik? Ja, als je wil mag je wat in het museum. Hoezo? Waar ben ik? Ben je zo oud? Ja. Nou ja. Als je iets hebt, je mag wat achterlaten hoor. Dat vind ik prima. Ja, heb jij die cowboyhoed nog? Dat zou leuk zijn. Oh, de cowboyhoed. Ik zou die wel even kunnen tevoorschijn toveren. Ja, ergens uit een kistje halen. Ergens uit een heel bijzonder kistje halen. Kom mee, gezellig. Is dit de ingang naar de autowinkel? Dit is naar de gang hier. En in de gang kan je kiezen om naar het laboratorium te gaan. Nee, dat wil ik niet. Of om naar dit wat ik zo meteen ga bouwen. Dat kan je ze ook Daar kan ik nog niet heen, want het bestaat nog niet. Het bestaat nog niet. Of de autowinkel. En ik heb echt iets geweldigs voor jou gemaakt. Ja, Oké, ik denk dat ik ook hier moet zijn. Ik heb namelijk een beetje een probleem. Ja? Ik heb een last van een woningtekort. Woningtekort? Ja, het klinkt natuurlijk heel gek dat ik dan naar een autowinkel ga, maar ik denk...
dat jij alsnog wel een oplossing voor me hebt. Ja, maar geef me even een snelle tour. Ik zou je even een hele snelle tour geven. Snel, hè? Snel. Okay. Je kent mijn video's en je weet hoe snel die gaan, dus het moet echt vlug. Hier komt nog een auto, moet ik nog maken. Hier is een politieauto, hartstikke cool. Race monster, heel snel, super gaaf. Een motor, eigenlijk mee teleurstellend. De plek was gewoon te klein om wat groter te bouwen. Hier hebben we ook een golf carry functioneel met kisten en een kofferbak open en dicht. En hier is hetgene waar jij naar zoekt. Snel genoeg? Ja, dit was echt top. Ja. Ik wil nog heel even stil zijn bij deze kofferbak. Ja? Ja, echt keihard. Dat vind ik... Ja, dat is cool toch? Ja. Uit de kofferbak. Er zit alleen niks in. Nee, het is een 9 model. Ik moet nog gekocht worden. Okay. Kost maar 5 diamonds. Het is echt... Jeetje, dat is geen geld, joh. Nee, ik moet hier nog zelfs een prijs voor bedenken. Ik wil die. De kofferbak, die wil je? Ja, 2. Ik wil er 2. 2? Ja. Oké, dat is prima. Dat ga ik regelen. Dat ga ik er even neerzetten. Ja, maar we rekenen straks wel af bij de kassa, denk ik. Ja, maar dan moet ik het onthouden. Verkocht 2 keer. Okay. Ja. Maar hier, de prijs heb ik nog niet eens bepaald. Hij was echt letterlijk net binnengekomen. Oh ja, dit is mooi. Ja, dit is een camper. Hij is sowieso net binnen. De lampen zitten er nog niet eens op. Nee, ik zie het niet. Het was echt... Mooi. Ik was heel snel bezig met dit en toen hoorde ik dat je langs kwam. Dus ik heb hem snel naar binnen gereden en klaargezet voor je. Hartstikke. Nog even afgestopt worden en zo. Mag ik even binnenkijken al? Ja, kijk even binnen, joh, tuurlijk. Nee, joh. Ja, 2 bedden, oké. Okay. 2 bedden, ja, absoluut. Ja. Beetje opslag. Opslag. Hier lekker zitten, hier lekker rijden. Lekker rijden, inderdaad. Brrr. Ja, ik zie hem hier, ik zie mezelf hier zitten. Ja. Ja, ook, oh, nee, joh. Functioneel, ja, functioneel. Nee, joh. En wat gebeurt er als ik op deze knop druk? Dan start hij. Oh, overtuigend motorgeluid. Leuk. Oké. Cool, toch? Nee, maar ja, ik denk dat dit het beste is wat je hebt. Ja, voor jou in ieder geval wel. Dan wil ik er graag 100. 100? Ja. Dat meen je? Ja, ik heb 100 nodig. Ja, ik heb dus heel veel vriendinnen in mijn basis tegenwoordig. En die moeten allemaal naar huis. 100 is echt heel veel. Ja, dat is wel echt heel veel. Dat ben ik met je eens. Dat is echt heel veel. Ja. Maar dan kunnen we misschien wel iets doen met de prijs. Want ja, kusje, okay, kusje diamonds vind ik wel wat aan de hoge kant. Kusje. Het kost 1 kusje. Dat wordt een hele rare video dan. Zeg het maar, 100? Ja, 100 stuks. Kan je dat regelen, denk je? Dat kan ik regelen. Als jij een locatie voor mij kan bedenken waar ik 100 van die campers kwijt moet. Ja, gewoon een beetje rondom mijn basis. Je weet waar ik woon, toch? Ik weet waar je woont. Ja, een beetje eromheen gewoon. 100, dat is echt... Oké, komt goed. 100, gaan we regelen. Ja, ik moet wel zeggen, ik ben echt heel druk met verhuizen op het moment. Echt ontzettend druk. Ik ben, as we speak, een wasmachine naar beneden aan het tillen. Oh, ja. Dus ik vroeg me af of ik na de hand kon betalen. Ja, prima. Dat is echt? Prima. Ja, prima, natuurlijk. Oké, okay. Nou, dat had ik niet verwacht, maar dat is nee, natuurlijk. Ja. Je kan 100 kusjes na afloop betalen. Ja. Oké, okay, zal ik deze dan wel alvast afrekenen? Ja, dat is prima. Dat waren 10 diamonds dan. Dit is wel snel te regelen. Heb je nog iets anders aan hebben? 2 verschillende kleuren of zo? Ik kan hem ja, maak wat moois van. Verras me. Ik verras je. Komt verras me, maar wel op een leuke manier. Dat hoop ik. Ik hoop het, dat komt goed. Oké, top. Waar is de kassa? Ja, loop maar mee. Oké. Okay. Ik heb nog geen kassa, sorry. Het is een contantje dit. Je bouwt een winkel zonder kassa. Maakt niet uit. Ik heb hier mijn eigen kassa. 10. Dat heb ik gewoon. 10 diamonds. Dat heb je dat? Ja, en ik heb ook bijna genoeg voor 100 campers, denk ik. Maar ja, dat doen we echt, dat doen we echt een klus. Kijk, nou, dan ga ik deze prachtige golf caddy hier 2 keer plaatsen bij jou. Gewoon op de weg, denk ik. Ja, joh. Ja, ik zal ze een leuk plekje geven. Ja, en... Dat komt helemaal goed. Wanneer wordt dat geleverd, denk je? Ik ga nu eerst dat ding daar bouwen in de hoek en dan gelijk de dingen leveren. Dat ding daar, stoere hummer. Komt ja, dat anders? Was een stoere hummer, dan komt dat anders. Oké, okay, ik ben erg benieuwd. Dan kom ik ook nog een keertje terug om dat even te bewonderen. Ik denk niet dat jij er heel veel aan hebt. Maar misschien ook weer wel. Dat is wel cool. Je weet het niet, hè? Je weet het niet. Ik weet het niet. Ik gok dus nog vandaag. Snel. Oké, okay, top. Dan, dan zie ik ze wel verschijnen. Ja, helemaal goed. Dan ga ik nu weer gaan. Ga nu maar weer gaan. Ik ga weggaan. Ik zit vast. Doei. Goed, jongens. Dat liep even iets anders dan verwacht allemaal. Ik moet blijkbaar 100 campers gaan leveren aan meneer KB. Dat wordt echt een hele klus. En naast het feit dat hij er 100 van deze wil, dat we dus absoluut niet deze video gaan doen, maar een hele video op zichzelf moeten gaan reserveren voor die situatie op zichzelf. Naast dat gaan wij natuurlijk ook gewoon 2 keer een golfcaddy verhuizen naar zijn basis. Maar voordat we dat gaan doen, jongens, wil ik even hiermee aan de slag. Want waar eerst de stoere hummer stond, moeten wij natuurlijk ook nog wat anders gaan bouwen. Ja, we gaan in plaats van een stoere hummer, gaan we een trekker maken. Een coole boerentrekker. In 3, 2, 1...
Goed, dames en heren, de trekker is zo goed als af. Het enige wat er nog even moet gebeuren is om de lampen erop te doen zoals dit. Hoppakee, dan heeft hij wat lampjes aan. Ah, moet ik zeggen, ik denk dat ik eerder redstone lampen wil gaan gebruiken. Heb ik die niet hier toevallig bij me? Nee, die moeten we even halen. Is dat Harlow? Nee, je overleeft het wel. Wacht, volgens mij zit het hey. Hey, oh, hey, dat zijn jullie samen. Weer. Ja, hey. Gezellig, hé. Hey. Wij hebben wiet nodig. Heb jij wiet? Wat? Nee. Ja, wel, trouwens. Ja, kom maar. Ja, yes, oh, yes, ja, yes, yes, kom yes, maar yes, mee. Yes. Tuurlijk heb ik wiet voor jullie. Ja, dat hebben wij nodig. Heel toevallig heb ik hier een laboratorium waar ik sommige dingen een beetje in verbouw en mee experimenteer. Ja. Is dit wat jullie bedoelen en wat jullie zoeken? Nee! Nee, geel. De gele variant. Oh, je bedoelt... Oh. De gele kindvriendelijke nee. variant zoek ik. De kindvriendelijke heb ik niet. Verkeerd. Nee, heb die heb ik niet. Nee. Goed, maar jongens, de stoere Hummer kunnen wij omtoveren tot trekker. En die kost ook maar 5 diamonds. We gaan niet al die auto's veel te duur maken. Mensen vinden het leuk om te kopen. En het is een beetje zonde als we dan natuurlijk vet duur alles doen. Maar zo, dan hebben we in ieder geval een hele leuke trekker. Hij heeft hier zo'n grote toeter aan de zijkant zitten waar dan de rook uit kan komen. Helemaal gelinkt aan de motor hier aan de voorkant. Dan heeft hij natuurlijk nu lampen hier ook. En hij heeft een zitplekje. Je moet er waarschijnlijk via achterin. Goed, dan gaan we nu nog heel even naar de camper. Toe. Die erin en die erin. En dan hoppakee. Hoppakee, dan heeft hij lampen aan de voorkant. Dat ziet er al stukken beter uit. En dan moeten we natuurlijk ook nog naar de achterkant hier. Want er moeten hier ook nog lampjes aan de achterkant. Hoppakee. Nou, moeten jullie nou eens kijken, jongens. Die camper is helemaal netjes. En die trekker is helemaal netjes. De autowinkel is weer gevuld. Althans, hij was weer gevuld. Want we moeten deze Golf Caddy verhuizen naar meneer KB. En niet één keer, maar gelijk twee keer. Dus laten we maar gelijk aan de slag gaan. Jongens, de twee golfkarretjes zijn klaar. Ik heb een paar kleine aanpassingen gedaan. Die zou ik wel heel even aan jullie kunnen laten zien. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eigenlijk meneer KB er even bij halen. Ik heb er natuurlijk twee gebouwd. Allebei op hun eigen plekje. Heel leuk. Hey! Hallo! Hey, we zitten in een groep. Als we zitten in een groep. Ja, als je ook in een groep komt, dan kun je zo meteen Harlow Haker aanzien komen met ezels. Hoe leuk is dat? Oh, ik wou mijn golfkarretjes even laten zien. Dat kan als Harlow er is. Eerder kan het not. Oké, eerder is niet eerder, is prima. Niet zo Kom snel. Gezellig mee. Oh, sorry, niet zo snel. Ja, sorry, ik moet even wennen dat je zo oud bent. Ja, dan lig ik morgen weer de hele dag op bed om bij te komen. Hey, ik vind wel die villages hier echt, het is heel druk. Het is echt gezellig, hè? Ja, maar het is misschien een beetje te gezellig. Te gezellig, maar ik begreep dus dat jij een oplossing hebt daarvoor. Ja, klopt. Mijn PC is helemaal naar beneden. Maar voor nu, kijk eens, dit is de eerste. Ik heb een paar modificaties gedaan. Ja. Wat een leuk, wat staat er? Dat is heel leuk. Auto. Nee, joh! Ja. Kan je even in gaan zitten, Harlow? Hey! Het leuke is, hij lijkt nu wel een beetje op een golfbal. Ja. Ja, het is leuk. Ik heb een paar modificaties. Hij heeft nu deurtjes. Die kan je open en dicht doen als je wil. Dan zit je wat veiliger. Ja. Ik hou ze open voor gewoon de leuk natuurlijk. Ja. En hij heeft nu ook lampjes aan de achterkant. Wauw. Ja, het is wat hoor. Het is echt wat gewoon. Ik ga nu slapen. Oeh, lekker. Ik slaap. Kan iemand een snurkgeluidje maken even? Waarom moet ik altijd... Hoe snurk jij? Wat was Hoe dat snurk voor jij? Er zat een pilletje kijkje aan. Weet je wat het is? Weet je wat het is? Die denkt ook van, joh, wat ja, doe jij nou? Ja. Als ik ga knorren, dan pakt mijn microfoon dat niet op. Dus dat had geen zin. Oké, maar ik had er natuurlijk twee gekocht. Ja, kijk, die andere staat hier. Oh, misschien mijn stem een beetje. Die andere staat hier. Oh jeetje, joh. Ja, helemaal overnacht. Wow. Deze is rood. Ik heb gewoon een andere kleur erbij gedaan. Ja. Ja, hè? Hetzelfde, alleen een ander nummerbord. Ja, is de KB Caddy. Ja, als het hetzelfde nummerbord zou hebben, zou dat ook weer gek zijn. Harlow, nee, ga er weer even in zitten, jongen. Ga er even in zitten. Zou ik de grap niet maken? Lijkt net een bowlingbal. Nou! Maar dit is een golfauto, zeg je bowlingbal. Ik zeg, ik ga nee. Harlow, kan je even de volgende scène inluiden? Lieve mensen, we gaan nu naar de volgende scène. Oké, dit is echt weer perfect. Ja, bedankt. Hey, deze bedankt auto kwam ook van mij. Dit was gewoon een voorteken. Klopt, dit. Die heb ik gewoon gekopieerd, ja. Wow. Die stond eerst daar. En toen dacht is ik, hierheen ik zet gereden. Hem net even zo bij mijn garage. Ja. Ik kan net zo goed zeggen dat je hem hierheen hebt gereden. Ik heb inderdaad hierheen gerolplayed, ja.
opgerold. Goed, dames en heren, de golfcaddies zijn afgeleverd bij meneer KB. Het was een hele succesvolle aflevering. Het zag er goed uit. Harlow was erbij. Het was hartstikke gezellig. Het enige probleem is, ik heb nu eindelijk die twee lege plekken hier opgevuld. En nu is die weer leeg. Gaan we niet deze aflevering oplossen? Laat maar weten in de reacties wat voor leuke nieuwe auto, motor, voertuig, kwad, weet ik van wat jullie daar willen. Voor nu is de autowinkel wel even helemaal geslaagd voor deze aflevering. Waar ik nu mee wil gaan beginnen is de titel en de thumbnail van deze aflevering. Namelijk met mijn leuke Japanse restaurantje. Denk je, waarom een Japans restaurant? Nou, ja... Waarom niet? Ik dacht, misschien is het leuk om hier zo een soort Japanse ingang te maken. Hartstikke leuk. Een gang hierheen en dan even kijken. Dat we dan ongeveer hierboven op het museum. Want dit is natuurlijk de bovenkant van het museum. Dat we hier dan een leuk Japans restaurant maken. En dat je hier zo het balkon op kan. Dat hier ook nog een paar tafeltjes leuk klaarstaan. Leek mij wel een leuk idee. Gewoon een beetje random, maar om de ruimte hier maar een beetje op te vullen. Gelukkig hebben wij de blauwdruk al hier aan Char gegeven in het laboratorium. En dan moeten we weer naar deze kist hier toe lopen. En ja hoor, daar zijn ze dan. Nog heel veel andere troepen in mijn inventory. Stoppen we even tijdelijk hierin en dan gaan we het waarschijnlijk vergeten. Dan zit het er over maanden, zit dit er nog steeds in. Maar dat maakt niet uit. Laten wij eventjes hier chocobox. Nou, trouwens niet, want hier ga ik ook dingen bouwen. Ik wil deze hal denk ik ook even een beetje decoreren. Laten we de chocoboxen gewoon hier plaatsen. Dan horen jullie de muziek al aankomen. Het is tijd voor een prachtige timelapse voor mijn prachtige Japanse restaurant. In 3, in 2, in 1. Biba boomba. Is klaar en laten we gelijk even kijken wat we allemaal gebouwd hebben. Ten eerste hebben we deze prachtige gang nu een kleine upgrade gegeven. Hij was natuurlijk hartstikke kaal. Naast dat ik hem heb gevuld, heb ik ook een aantal andere dingen gedaan. Ik heb hier de muur weggehaald en de deur die erin zat is nu gewoon een open gat om er doorheen te lopen. Vond ik iets mooier voor een of andere reden. Zeker omdat deze ook open is. Dan hebben we hier natuurlijk leuk de Japanse ingang. Volgens mij is het Japans, jongens. Ik ben niet een cultuurkenner, maar volgens mij heb ik een beetje in de Japanse stijl gebouwd. Dan heb ik hier een leuk bureau waar ik gelijk hier het boekje van Petranellius in ga stoppen over het feit dat Petranellius is overleden. Echt al 100 afleveringen geleden inmiddels. Maar goed, een leuke plek voor het boekje natuurlijk. Dan hebben we hier nu een iron door gedaan in plaats van een normale koperen deur. Dit omdat het een laboratorium is, dus het moet ietsjes veiliger voelen, dat je hier niet zomaar in kan. Alleen als je op de knop klikt en dat is heel makkelijk. Ja, tapijtje, bla bla bla, een beetje decoratie. Dan hebben wij hier de gang. Dan hebben wij hier de gang naar het restaurant. En ik heb hier twee armor stands staan. En ik wil er eigenlijk een soort van leren armor opzetten. Die een beetje een samurai outfit kan recreëren. Zelf heb ik geen idee hoe je leuke patroontjes maakt. Dus daarvoor moeten we even het internet afspitten. Goed, dat zal ik dan wel gewoon een keertje doen. We lopen hier leuk de gang door. En is het hier verhoogd omdat je een trappetje omhoog moet. En dan jongens, ik vind de combinatie van mangrove, weet ik van wat hout. Gecombineerd met het koper hier vind ik zo leuk. Dat rood met blauw. Blauw slash groen een beetje. Ik heb dat wat hier in de poort zit, die er altijd al zat, heb ik natuurlijk in het plafond teruggebracht. Ik heb hier een leuke Japanse teppanyaki grill heb ik gezet, waar je hier zo kan zitten. En dan kan je lekker grillen. Meestal staat er zelfs iemand in het midden voor je te grillen. Maar dan kan je lekker op de grillplaat kan je dingen gaan doen met een grote afzuigkap erboven. En die vind ik, die lampen vind ik echt heel leuk. Het zijn hele simpele lampen, gewoon levers met erop een endrot. Maar voor een of andere reden vind ik die heel leuk. Beetje decoratie hier en daar, een tuintje. En hier gewoon nog een leuk tafeltje, hier een hoog stoeltje waar je kan zitten. Dan hier een deur naar een mogelijke keuken ooit. Of ik denk in plaats van een keuken, want ja, hè, skip de keuken. Ze maken lekker hun eten hier op de grill, dat vind ik ook helemaal prima. Nee, ik dacht misschien om hier uiteindelijk een soort van waterlift naar boven te maken. Om een snelle doorgang naar andere ruimtes die ik in de toekomst ga maken. Deurtjes dicht, dan gaan we hier naar het dakterras met een hartstikke leuk uitzicht. Hier gewoon op de vallei hier een beetje beneden. Dan hebben we hier gewoon weer een grote tafel. Dan hebben we hier een kleine tafel, nog een kleine tafel en natuurlijk een hoge tafel.
Je kan op elke stoel kan je zitten. Want ja, dat is meestal de bedoeling van stoelen. Ik ben ook echt ongelooflijk slim, jongens. Ik weet dat je op stoelen moet zitten. Goed, en ja, dat was het wel. Het is vooral gewoon een leuke decoratieve ruimte. Decoratieven. Waar je niet zoveel aan hebt, maar ja, ik wist niet wat ik hier anders moest doen. Het is een beetje in de hoek van mijn basis hier natuurlijk. Uiteindelijk wil ik nog meer nuttige dingen zoals het laboratorium en hier de autowinkel gaan bouwen en het museum. Maar het is ook leuk om af en toe gewoon een beetje ruimte te hebben. Waar je niet extreem veel aan hebt, maar wat wel gewoon heel leuk is om te hebben. Zoals dus een Japans restaurant. Het enige wat er nu nog moet gaan gebeuren is dat er een beetje eten bij moet komen. En daarvoor moeten we dus heel eventjes hier langs mijn eetkistje. Gaan we even wat random eten gaan we allemaal meenemen. Wat visjes, wat besjes. Inktvissen verkopen blijkbaar ook inktvis. Hier deze squid head. Pakken we even mijn diamonds. Hier 10 diamonds. Gaan we heel even naar de kleine visboot hier. Want volgens mij verkopen ze hier ook nog wat visjes. Nee? Oké, dan moeten we het maar doen met ander eten. Maar als we hier heel even terug naar mijn restaurantje gaan. Ik wil een paar van die item frames plaatsen. Hier eentje. Hier op de grill eentje. Hier op de grill eentje. En hier ook. Dan hier nog één, hier nog één, hier nog één. En even kijken, laten we zeggen hier en daar nog één. Dan heb ik allemaal eten wat ik hierin wil verspreiden. Beetroot, wortel, vlees, brood, inktzakje. Een visje natuurlijk, een glowberry, een potato. En tot slot hier doen we deze squid head. Er wordt echt inktvis gegeten hier. Dan maken we even al deze item frames onzichtbaar. Gaat het een extra leuk effect geven. Deze ga ik even omruilen. Hier de inktzak en hier het visje. Dat is het visje is het eerste wat je ziet als je binnenkomt. En dat lijkt het meest op sushi natuurlijk. Oké, dan hebben we heel leuk overal even wat eten toegevoegd. Dan vind ik het hier nog een beetje donker in het midden. En dat kunnen we heel makkelijk oplossen. Daarvoor heb ik even deze orange frog light nodig. Want ik heb hier een aantal van die tapijtjes. Die kunnen we natuurlijk dan gewoon hieronder weghalen. Deze plaatsen, tapijtje er weer bovenop. Ja, dan is er wat meer licht. Ook nog even aan deze kant hier. Hier is het ook zo donker. Hoppakee. Kijk, dat is een stuk beter. Dan nu hebben we een beetje lekker vis. Wat inktvis hier. Hier hebben we nog wat besjes. Een aardappolletje. Hier hebben we nog een inktvisje die gemaakt wordt. Gewoon wat leuke extra kleine mini-details. Goed, dan ben ik hartstikke tevreden met het eindresultaat, jongens. Zo hebben wij hier mijn leuke Japanse restaurantje gebouwd. Natuurlijk deze hele leuke trekker hier erbij gebouwd. Een hele coole camper die hebben we erbij gebouwd. Waarvan we 100 stuks naar meneer KB moeten brengen. En over meneer KB gesproken. We hebben natuurlijk deze golfcaddies 2 keer verkocht. Zo hebben we deze oranje hier bij hem neergezet. En zo hebben we hier deze rode bij hem neergezet. Waar nu blijkbaar een villager die Shard haar hoofd op hem heeft erin zit. Ik weet niet wat hier allemaal gebeurt, maar vreemd. Ik zou zeggen, dames en heren, dit klinkt als een enorm geslaagde aflevering natuurlijk weer. Hoppakee. Terwijl ik hier lekker in het Japanse restaurant een hapje ga eten, kun jij anders gewoon eventjes lekker, komt ie, deze video kijken. Dit is namelijk een hele leuke video. Als je die nog niet gezien hebt, moet je die zeker even kijken. Een goede aanrader. En dan nu spreek je later. Glaasje water, deel met je, vleesje bier. Tot de volgende keer.